Ja, etappe 10, André. Ja, een kapot wielager. Gooi je wat roet in het eten vandaag? Ja, daar gooi je heel goed roet in het eten. We waren vanmorgen goed, flink op weg. Ging heel goed. De eerste duintjes, ik zag er al een paar vaststaan. Ik denk, wij gaan er niet overheen. We gaan. Stijn zegt rechtdoor. Ik zeg, nee, we gaan links. We gaan linksom, duintje heen. Nou, we waren zo iedereen voorbij. Ik zag dat de vrachtwagens die achter mij starten, die wouden graag naar voor mij starten. Ja, dat hebben we niet toegelaten, dus wij zijn toch voor die vrachtwagen gestart. Ja, dat was sinaasappeltje. Maar die hebben we helemaal niet meer gezien, hè. Toen wij gingen tanken, toen kwamen die 10 minuten later pas aanzetten. En eigenlijk was het echt een stage voor de vrachtwagens, want er waren allemaal vlakke rechte stukken. En dat ging eigenlijk top, ondanks dat we in het eerste stuk ook nog een lekke band gehad hebben. En op een gegeven moment, ja, ik voelde gisteren al dat in mijn rem is normaal 1 centimeter heb ik druk. En gisteren had ik al 2 tot 3 centimeter. En ik zeg tegen die man, ik zeg, kijk te laag aan. Nou, hebben ze alles nagekeken, ze hebben nog wat remvloeistof bijgevuld en ze hebben van alles gedaan. Maar vanmorgen had ik nog steeds 2 centimeter. En nou ja, eerste proef ging prima. En een tweede proef, ongeveer, wat zal het zijn? Een 100 kilometer voor het einde. Ik had geen remmen meer. Totaal geen remmen. Ik moest 2 keer pompen en ik wist het. Ja, dat is het lager. Dat is gewoon puur het lager. Nou ja, dat heb ik behouden. Ben ik gaan doorrijden, ga straf doorrijden. Hoe ver moest je nog? Hoe lang moest je nog? Ja, meer dan 100 kilometer. En ja, ik weet niet, misschien 150. Ik heb geen idee meer. Maar op een gegeven moment toen plofte de achterband. Een slag. Bop! En normaal dan rij je die op een steen of weet ik wat. Maar hij plofte uit zijn eigen. Zomaar, ja. Ja, en dan zijn we uitgestapt. Zijn we gaan kijken, zagen we dat het hele lager finaal in elkaar gedraaid was. Zat er helemaal geen kogels meer in. Ja, zijn zij al, zullen we doorrijden? Ik zeg, ja, dat kun je niet op doorrijden. Hebben we geprobeerd te repareren, ging ook niet. Want wij dat lager hebben we bij. Maar alles wat aan het lager zit, was gewoon erop vastgebrand, omdat het zo heet in elkaar gesmolten was. Ja, toen hebben we geprobeerd te bellen, deed de satelliettelefoon het eerst niet. Toen kwam iemand van de organisatie kijken, we hebben via de satelliettelefoon van de organisatie gebeld. En kwam opeens de snelle service van Zout kwam langs rijden, die hebben we gezwaaid, is ook netjes gestopt. Toen hebben we aan hem eventjes nog zo'n, zo'n knukkel, hè. Ik weet niet wat dat is, maar het metalen deel waar de remschijf aan zit, wat in het lager past, omdat we dat er niet uit konden krijgen, hebben we dat meegenomen. Maar ja, we waren nog 19 kilometer voor de finish. Dus als we dat moesten erin zetten, waren we zo meer dan een uur bezig geweest. Dus we hebben er wel olie overheen gegooid. Ook over de velg, die ook aan het schrapen was, hebben we ook olie overheen gegooid. En zijn we richting finish gereden. Gevraagd of Zout achter ons wou blijven. Ik zeg, ik zal redelijk doorrijden, dan kunnen jullie achter ons blijven. Met 80, 90 nog met een kapot lager richting de finish gereden. Nou, 10 kilometer voor de finish. Knalde de band er weer af. Weer dezelfde plof als iets eerder ook. Ik denk, ik stop niet meer. Dan moet hij helemaal ermee opbouwen. Doorgereden tot aan de finish. 41ste van de 41ste kom ik binnen. Jammer. Het is zo. Jammer, we hadden makkelijk onder in de top 20 binnen kunnen zijn. Maar technische mankementen hebben we er ook bij. Hebben we nog niet gehad. We hebben goede service op zich. Alles wordt goed. We worden preventief vervangen. Ja, helaas. 2 dagen. Ja, en nu gaan we alle 4 de lagers vervangen. Heel verstandig. Geen risico meer. Voor die 2 dagen willen we dat in ieder geval niet meer meemaken. Misschien weer iets anders. Ja.